Was die aan de voorkant of was die aan de achterkant? Achterkant. Die plaatjes. Ja. Deze was aan de voorkant. Die dan hierin. Die gaat er hierin zitten. Hier. Doei, domme roosje. Oké. Okay. Waar zijn deze van? Nergens van. Haal ik meteen af. Ziet er allemaal niet uit. Nee, ik dacht die stripje aan de achterkant zat. Volgens mij stond er zo niet zo ver uit. Kijken we. Weet jij dat, Marjan? Wat? Die stripje, staat die aan de voorkant of de achterkant? Kijk de stripjes. Hi, met Johan. Welke stripjes? Goedemiddag. Ha? Welke stripjes als hier dan? Ja. Hè? Oh, die. Aan de voorkant zaten die. Want dat deed ik eigenlijk wel doorheen. Zo zat hij dan. Ja. Ja, die ken ik. Tuurlijk. Ja. Hè? Ja, zo zat ze niet. Ja, hè? Maar valt niet. Ja, op wat voor manier? Ja. Ja? Ja? Of zat dat nog andersom dan? Nee, toch? Nee, ja, ja. Die... Ik wil er wel eens even over nadenken, maar wat is zijn plan precies? Ja? Ja? Dan moet, volgens mij... Ja, hier is het niet zo... Het Portugal is hier niet zo populair. Of de dienst dat verkeerd is. Wacht, zo hoort het helemaal niet, jongens. Zo hoort het niet. Dus, ja, maar in ieder geval, maar even staan. Even denken. Maar wat is zijn bedoeling precies? Om reclame te maken of dat ik het in behandelingen of ik weet niet wat precies de bedoeling is. Ja. Ja. Ja, ik weet wel hoe ik de reclame moet maken. Als jullie wil je heel even daarmee stoppen, want ik ben aan de telefoon, ja, zo werkt het niet. Dus in ieder geval, ik ben even afgeleid waar je met dingen bezig was, wat zo niet moest, dus vandaag. Even denken, hoe gaan we dat eventjes aanpakken? Want ik kan natuurlijk wel reclame maken, dat is allemaal geen probleem. Het is maar net om waar die man voor ogen heeft allemaal. Dus, kijk. Ja, het moet... Wat? Ja, meestal, kijk. Huh? Ja, ik kan altijd wel wat leuke dingen ervoor bedenken. Maar meestal doe ik het op een... Maar dit is natuurlijk echt een verkoopproduct. Laat maar even staan. En dat is natuurlijk op een hele andere manier als... Hij weet misschien wel. Een reclame maken voor een standaard product eigenlijk. Vandaag. Ja. Zal ik vandaag even de gedachten overlaten gaan dat we morgenochtend of vanmiddag nog even bellen? Of eerst even mijn gedachten kijken hoe het zat. Helemaal top. Ja, dat zal wel. Er staan ook wel foto's allemaal op. Ja. Volgens mij had er vast iemand. Had er iemand een foto? Hoe het podium stond? Ik wil er heel graag even iets van meer van horen. Ja. Misschien weet Pearlbitch daar wel. Ja, oké, doe maar. Even de dingen zo. Dankjewel, dag. Alcido.
Even één ding, als ik vraag, volgende keer, even ermee stoppen. Doe dat dan ook even. Niet dat je belangrijk... aan de telefoon zit, dan moet je gewoon verder bellen. Dit is een belangrijke, als ik dan vraag, hey, houd er even mee op, houd er dan ook even mee op. Ik ben een klein kind. Ja, ik word hier echt een beetje simpel. Ik kan hier gewoon niet, als je hier gewoon niemand tegen. Altijd, godverdomme, maar dat tegenwerken, altijd maar, luister ook eens een keer naar mij, als ik iets vraag. Altijd maar gewoon, altijd een heel verhaal aan me. Zo hoort het niet. Kijk even op die foto en zie hoe het hoort. Wat zijn we nu dan aan het doen? Ja, ik word hier helemaal simpel van. Ik bedoel, houd er gewoon mee op, want... Ja, je hebt toch als je hier werkt, op de zenuwen. Ophouden nu. Kappen ermee. Nee, jij moet ermee ophouden. Met dat dubbelzinnige gedoe van de hak op de tak springen. Elke keer. En dat zenuwachtige gedoe. Geen idee. Staat er niet op Fok? Nee. Zullen we even kijken bij Fok? Ik heb... Misschien had er iemand heen. Ik zal eens vragen. Kijk even bij Heidi. Kan je programma terugkijken, zo. Ja, ik ga het denk ik even mee nokken nu. Ik denk dat het ook verstandig is. Ik denk ook even verstandig is, stop er maar even mee. Gewoon even mee kappen. Gewoon echt gewoon beter, even laat mij het maar gewoon even doen. Het werkt me echt op mijn zenuwen. Ik vraag gewoon even, ik heb een heel belangrijk gesprek. Ik vraag stop even mee en je stopt gewoon niet. Hou op. Ik heb nu helemaal geen zin meer. Nee, ook goed. Ja? Zo. Zet er eentje op Fok voor hem, een foto. En de palen moeten andersom. Ik denk wel dat we mee bezig waren dan. Ik heb gewoon eerst, ik wil gewoon alleen maar even zeggen, kijk eens op een foto hoe dat ding in elkaar zit. Zo nerveus dan gelijk op het moment. Gewoon even een keer luisteren. Ga op dak zitten. Godverdomme. Ik ben helemaal na van. Altijd die discussies. Kijk eerst, godverdomme, hoe het in elkaar moet zitten. Hij moest al andersom zitten. En dan kijk eerst eventjes. We zijn al een foto aan het zoeken. Het is altijd gewoon met een hele lange weg allemaal dingen gaan zoeken. Dan denk ik van, kijk gewoon eventjes hoe het ding in elkaar zat. Maar ik dacht, als ze zo'n ding afrekenen, kijk eens toch wie heeft dat ding afgebroken? Weet ik het, ik was er niet. En die beugel zit aan de achterkant en niet aan de voorkant. En hij zat ook hoger. Ja.